In Ruiken en Likken gaan Emma en Max de strijd met elkaar aan in naam van de wetenschap. En daarin worden ze bijgestaan door microbioloog Raymond. Ze gaan voor elkaar op zoek naar het meest smerige voorwerp en de persoon die het meest gore object weet te vinden, wint. Verdamme, hij heeft echt iets heel goors. En de verliezer, ja, die moet likken. You go first. Oh, het ruikt naar afbakbroodjes. Ja, en naar kinderboerderij. Het eerste wat ik ruik is bier, peuken, katervoedsel. Voel je dat? Dat de achterkant van je hielen blijft een beetje haken. Ze hebben goed gefeest. Ik ga mijn neus even volgen. Oh, gadverdamme. Dit hier. Ja, peuk in een biertje. Het is geen onbekende geur. Het is een feestje. 3, 2, 1. Zo, jullie hebben er een teringzooi van gemaakt. Gadverdamme. Meteen als ik die waspak raak, voel ik van oké, ik moet kokhalzen. Ja. Max is gewoon een ongelooflijk grote baby, laten we eerlijk zijn, met een snor. Ik denk dat het kots is. Het wordt een lange rit voor hem. Hoezo ben je hier zo coulant onder? Ik ben niet zo makkelijk af te schrikken door vieze shit. Wie heeft er gekotst gisteren? Oh. Wie was het? Wanneer is je voor het laatst schoongemaakt? Ja, er wordt elke week een poging gedaan. Poging gedaan. Ja, goed, ja, ik weet niet, ik zie dit al. Is dit van gisteren of is dit van een paar... Nee, dit is wel echt van... Je hebt geen idee eigenlijk, nee. Klaar voor de strijd? Ik ben klaar voor de strijd. Tijd voor Emma en Max om het vieste object voor elkaar te verzamelen. Ze krijgen 30 minuten de tijd met één hele belangrijke regel. Geen objecten waar uitwerpselen aan kunnen zitten. Daar gaan we. 1, 3, 2, 1. En go! Oké. Ik heb eigenlijk één hoofdtactiek en dat is zoveel mogelijk dingen verzamelen. Oh, gadverdamme. Dan kan ik op het einde bepalen wat ik het meest vieze vind. Er zit hier letterlijk een gat in het toiletpot. Ik gebruik eigenlijk mijn eigen level van wat ik vies vind om te bedenken wat ik mee ga nemen. Oh, dit is ook echt. Max moet hier sowieso van kotsen. Oven. Nee. Nee, 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 nee. Ik voel dit niet. Ik voel dit niet. De wasmachine dan. Dat is schoon. Mijn level van viesheid ligt best hoog. Dus als ik het al vies vind, dan moet het wel ranzig zijn. WC-rollen en maandverband. De wc is natuurlijk een hele lastige plek. Aangezien dat vooral gaat om menselijke uitwerpselen en die mogen we niet meenemen. Dus niet naar de wc. Is dat een pocketpoesie? Die pocketpoesie die hangt aan het plafond. Die zit daar dus aan vastgeplakt. En ik probeer dat weg te pakken met die knijper. Kom maar af! Sorry jongens. Ik moet een plek vinden waar ik de dingen ga verstoppen. Oh, gadverdamme, ik heb dit ook vast in mijn handen. Gadverdamme. Maar kijk even. Het voelt als een soort klei die heel hard is geworden. Er zitten allemaal haren op en stof op. Het is echt een van de goorste dingen die ik in tijden heb gezien. Ik ga hem hieronder leggen. We gaan door, we moeten meer hebben. Vieze vaat. Nee, valt mee. Ik moet ook eventjes de kamer zien. Want jongens rond deze leeftijd zijn nogal ranzig. Heeft iemand een hele vieze kamer waarvan jij weet? Hier rechtdoor nog een einde. Zij wijst mij gelijk naar Sloopkogel Duco. Sloopkogel Duco? Wat een kamer aan mijn bek, zeg. Er ontwaakt een soort dino zo. Oeh, kijk eens eventjes. Nou, dat is zweet, maar dat valt op zich best nog wel mee. Het ruikt hier wel een beetje zuur, moet ik zeggen. Ik dacht dat ik godverdomme een beetje schoon bezig was. Het rook er echt naar fucking 10 pubers die al 15 weken niet meer gedoucht hebben. Het toetsenbord is ook altijd een ranzig ding, hè? Hier komen zoveel bacteriën op vrij, omdat je natuurlijk elke keer weer met je vieze vingers aan dat ding zit. Maar ja, om een toetsenbord mee te nemen is ook weer zo wat. Ik kan niet echt iets vinden bij Sloopkogel Duco. En ja... Ik wilde er eigenlijk zo snel mogelijk weer weg, moet ik zeggen. Laten we gewoon in kamers lopen. Oh, hier zit gewoon een gozer te studeren. Hallo? Ja, dit ruikt gewoon naar
naar een meisje die zichzelf lekker scrubt in de ochtend om een beetje die puistjes weg te halen. Maar je moet natuurlijk altijd even onder het bed kijken. Oh, ik heb een hondje, dat is een kat! Maar dit is gewoon een prima verse kamer, dus ik denk niet dat we hier de vieste dingen gaan vinden. Boys, weten jullie waar jullie douche is? We hebben een aantal douches. Met het goorste doucheputje, wat nooit is. Ja. Dat is dus wat ik dacht, het doucheputje is altijd ranzig. Moet je even kijken naar die randen. En het stinkt hier fucking erg. Vorige keer is ook in die douche gescheten, dus ik weet niet of dat erg bij had. Ai. Je ziet nu dus, denk ik, haren en sperma bij elkaar. Dit is wel echt nasty. Wat zit jij te doen? Ga eens weg jij. Hoezo? Omdat jij niet mag weten wat ik allemaal voor jou een petto heb straks. Nee, maar ik probeer je gewoon te helpen, zodat je ook een keer wint. Zodat ik ook een keer win? Ja. Je wil niet weten hoeveel gore dingen ik al heb gevonden. Nou, dat vraag ik maar. Maar jou is alles nog intact. Ik heb nog niet eens mijn handschoentjes in aan. Nee, omdat ik daar niet vies van ben. Irritant mensen is het toch, hè? Ik heb deze twee dingen verzameld. Die doe ik er weer onder. We moeten door, want er zijn sowieso nog goordere dingen. De keuken is natuurlijk een ongelooflijk ranzige plek. Oh, yes! Even kijken. Dit is dichtgetaped. Weer fucking gat in de wc. In dat plasje pis zit dus een stuk schimmel. Hier kunnen we niet zoveel mee. Er ligt hier een dode muis. Oh, wat zielig. Ik zie het staartje. Muizen betekent ranzig. Ik dacht, we gaan even naar buiten toe. Dan kan je niet kotsen. Het ruikt naar een slager die al zijn vlees heeft laten liggen en al 5 jaar failliet is. Oh man, moet je deze randen nou kijken. Maar deze is tot nu toe qua geur. Sowieso het goorst. Hé, wat is nou echt een super ranzige plek? We moeten even naar het gat gaan. Er is een gat. Oh, dat meen je niet. We hebben 5 minuten. Dit is een goudmijn, dit is een goudmijn. En het ruikt ongelooflijk naar riolering hier. Ik zie allerlei aangekoekte pizza's en kaarten en haren. Volgens mij tyfus er gewoon alles in het gat wat het daglicht niet kan verdragen. Dus dit is perfect. Oh, wat is dit? Dit is ooit een stuk pizza geweest. En wat ben je? Nee! Ga even lekker naar je eigen zoekplek. Ik ben hier. Godverdomme. Joost, jij moet met mij mee. Ik moet Emma kunnen overtreffen. Oh my god, er zit allemaal haar aan. Oh, er lopen allemaal beestjes overheen ook. Wat is dat? Deze prullenbak is al 3 jaar lang niet geleeg. En dit is jackpot. Jezus, jongens. Ja, dit is hem. Dit is hem gewoon. Bingo. Bingo, bingo, bingo. Ik vind me echt het goorste servetje. Wat ik denk ik ooit heb gezien. En bij deze silicon. I got it! Emma, deze is voor jou. Een vies object bestaat uit een aantal dingen. Er moet tijd overheen gegaan zijn. Er moet een penetrante geur vandaan komen. Het moet vies voelen en eruit zien. Dan heb je bingo, denk ik. In principe voldoet mijn voorwerp aan al die eisen. Het ligt al 3 fucking jaar in die prullenbak, dus het moet toch bijna zijn dat dat van mij viezer is. Ik heb iets gevonden waarvan ik ook echt oprecht niet weet wat het is. Het is echt voor Max de hel. Dus dat is perfect voor mij. Daar staan we dan aan onze liktafel. Ik ben blij dat ik aan deze kant sta. We beginnen bij het begin, even lekker voelen. Gadverdamme, wat is dit? Het is een rietje. Oh, je hebt me een soort stuk ellende heb je mij gegeven. Het is zacht. Dit van jou is nat en hard. Volgens mij is dit een soort paté of zo, waar ik in zit. Ik ben eigenlijk best oké met wat ik voel, omdat het is niet harig, want dat vind ik eigenlijk viezer. Ik ruik mos, peuken en bier. Die man die gaat zo slecht, dat gaat helemaal nergens over. Ik denk, nou je moet het eerst nog zien. Wacht maar, want het wordt helemaal niet leuk voor jou. 3, 2, 1. Ah! Wat is dit? Gadverdamme. Als iets er vies uit moet zien, is dat precies waarvan alle alarmbellen gaan rinkelen. Kijk dit, er springen hier maden in rond. Dit kan ik toch niet gaan likken? Ja, eigenlijk denk ik gelijk, ik heb gewonnen. Dat is het eerste wat ik denk. Kat en bakkie. Maar je weet het niet, hè? Viesheid bedriegt.
Wanneer is iets vies? Mijn mening is dat wat vies is eigenlijk wat je echt ziek kan maken. Mm-hmm. Je kan bijvoorbeeld een miljoen bacteriën hebben die gewoon allemaal lichaams-eigen zijn, niks aan de hand. Of 100 bacteriën waar je echt helemaal ziek van wordt. Maar het is heel lastig om te zeggen, zeker met het blote oog kun je ze ook niet zien hier. Dus dan kun je beter een microscoop erbij pakken om het te visualiseren. Oeh. Even kijken. Wat ik eigenlijk nu aan het doen ben, is op zoek gaan naar plekjes waar ik wat kan vinden. Ja. Ik zie alleen nog maar stukjes papier. Maar dit is dus eigenlijk een super slecht teken. Want dit betekent dus dat ik gewoon niet echt, dat ik gewoon een stuk papier heb gepakt. Ja, 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 daar komen we wel op neer. Laten we die van Emma even onderleggen. Want daar zie ik nu al op het blote oog dat er beestjes doorheen lopen. Ja. Oké, okay, het ziet er niet best uit. Ik zie al heel veel rondvormige schimmels hier. Oh. Helemaal vol. Laat ik eens nog eens iets verder inzoomen. Oh. Kijk eens. Ja, godverdamme joh. Ja, wat je hier dus ziet, je ziet al die rondjes zie je. Dit zijn echt duidelijk schimmels. Ik kan ook zien dat erachter zitten heel veel kleine dingen die een beetje bewegen en zweven. Ja. Nou, dat zijn de bacteriën. Veel bacteriën betekent vies. Dus dat is nice. We kijken hiernaar en we denken, gadverdamme. Is omdat het er vies uitziet het ook altijd per definitie vies? Nee, eigenlijk dus niet. Want het hangt dus heel erg af van wat voor bacteriën en schimmels daarop zitten. Want hier zitten duidelijk, dat hebben we gezien op de microscoop, heel veel schimmels op. En hoe meer erop zit aan schimmels of bacteriën, hoe hoger de kans is dat er dus geen ertussen zitten die je wel ziek kunnen maken. Ja. En dat is waar we vandaag op gaan testen. Hierin zit namelijk een ATP-test. Oké. Okay. Hoe meer bacteriën en hoe meer schimmels erop zitten, hoe hoger de score zal zijn. En dan weten we wie het smerigste object heeft. Ik vind het best wel spannend. Daar gaat hij. Oh, wat spannend. Nou, dat van Emma, dat ziet er natuurlijk veel viezer uit, maar je weet niks. Want het zou ook kunnen zijn dat mijn servet, waar ik ook wel moest kalzen, nog veel meer bacteriën bevat. Dus dat weet je ook niet. 10.088. Als we dit zouden meten in bijvoorbeeld een fabriek waar ze voedsel maken, zou boven de 60 al niet toegestaan zijn. Boven de 60? Sick. Dus dit is echt fucking goor. Op naar het volgende object. Van mij mag je deze achterkant gewoon likken. Waarom mag hij dit niet likken dan? Ja, omdat er maden oplopen, Emma. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem best wel knijp. Ik dacht dat ik iets heel goors had. Blijkt dat het te goor is. Namelijk, het is gevaarlijk. Het mag niet gelikt worden. Hij gaat erin. Ik begin echt bang te worden dat het kaartje die overblijft het misschien wel af gaat leggen tegen het stukje papier van Max. Ik ben echt gewoon heel zenuwachtig. Ik heb gewoon het idee als ik mijn eindexamen moet maken. Oh, het moment van de waarheid. Het enige waar ik mee bezig ben op het moment dat mijn ding erin gaat is als het maar lager is dan 10.088, want anders ben ik de Sjaak. 5, 4, 3, 2, 13.914. Yes, yes, yes. Emma heeft gewonnen. Yes. Godverdomme, ik ben de lul. Ik moet gaan likken. Ja, ik zie ook allemaal hele mooie soort gesponnen draden. Max die zweet echt 7 peentjes. Dat gaat helemaal nergens over. Die jongen die loopt echt rondjes. Die is alleen maar een soort van aan het bidden in zijn hoofd volgens mij. Van alsjeblieft, laat mij dit niet likken, God. Ik wil het gewoon nu achter de rug hebben. Ik heb er echt heel weinig zin hierin. Ik kan even laten zien hoe vies dit is. Er zitten ook mooie haren. Maar aan zo. De andere kant zitten er haren op. En alles in mijn lichaam schreeuwt, doe dit niet. Oké, daar gaan we. Het zou dus kunnen dat de afgelopen 10 jaar die kaart er al lag en er door de jaren heen van alles op is gekomen. En dat ik dus nu dat er allemaal af moet gaan likken. Man. Het smaakt gewoon naar alles wat niet lekker is. Het is een soort karnemelk die heel lang, 5 jaar lang, in de regen heeft gelegen. Zichzelf een leven is gaan leiden. Dat vervolgens zeg maar 3 mannen zo na een avond zuipen eroverheen hebben gepoept. En dat daar dan een servetje in is gedipt en dat ik dat heb gelikt. Zo voelt het. En ik haat karnemelk. Ik ben trots op je. Alles voor de wetenschap. Neem nog een slokje water. Ja, neem anders een rietje.
Ben ik nou zo overdreven? Of stelt hij zich nou zo aan? Ja. Heb jij nou nog een super gore, vieze locatie voor ons waar Max ook over zijn nek kan gaan? Laat het even weten in de comments. En vergeet vooral niet deze video te liken en te subscriben. Tot volgende week. Exact. Gaat-ie? Ja.